Kunstkracht is actieve cultuureducatie waarin kinderen zelf kunst maken. In muziek, theater, dans, beeldende kunst en literatuur. Volgens een creatief proces waarbij ze zelf van A tot Z vormgeven wat ze willen creëren. Met het koppelen van die kunstkrachtlessen aan onze wereldoriëntatie is het gewoon erg prettig dat we daarbij de ondersteuning hebben gekregen, ook vanuit het cultuurwerk. Dus we hebben het niet helemaal zelf hoeven te bedenken, we hebben vooral besproken van dit zijn de thema's waar we aan werken de komende tijd. En denken jullie eens mee wat uit jullie kunstkrachtlessen daar heel goed bij zouden passen. Het doel van een kunstkrachtles is eigenlijk om de informatie die ze krijgen van de leerkracht, dat net een stukje meer verdieping krijgt. En dat ze het ook meer gaan voelen in hun lichaam, in mijn geval dan, want ik ben natuurlijk met hun lichamelijk bezig. Een leerkracht heeft ook heel veel natuurlijk de lesdoelen en de werkdoelen na te streven. En nu gaat het dan even alleen maar over bewegen en wat doet dat in je lichaam, wat komt er los en hoe voel je je daarbij? Dat de kinderen meegeven en de hoop dat ze dat ook weer door gaan zetten gewoon in hun verdere leven. Want het is gewoon hartstikke belangrijk. Bewegen is gezond. En creatief bezig zijn, dus ook voor de andere vakken natuurlijk. Het is gewoon prachtig als dat weer meer in het normale dagelijkse aanbod op een regulier onderwijs kan plaatsvinden. Ik zie enthousiaste leerkrachten, omdat ze ondersteund worden door professionals die passie hebben voor hun vak. En die passie uitstralen naar de leerkrachten, maar ook naar de kinderen. Volgens mij iedereen die zijn werk vanuit passie doet. Ja, dat pak je op en daar ga je dan in mee. En dat zie je echt gebeuren. Het is belangrijk dat kunstkracht bestaat, omdat kinderen daarmee zichzelf kunnen ontwikkelen als maker. En we zeggen eigenlijk altijd, kunsteducatie, met name kunstkracht, gaat niet over de wereld die er nu is, maar de wereld die er zou kunnen zijn. Dus door kunstkracht leren kinderen de wereld vorm te geven.